De driedaagse Liokutu van de stam der Saramakaners is vandaag aangevangen te Asinohopo, de residentie van Gramang Albert Aboikoni. Gesproken wordt over verzoening en de ontwikkeling van het boven Suriname gebied. ATV-reporter Jason Pinas is aanwezig en maakte het volgende verslag. We zijn nu helemaal op Asinohopo. Ik sta hier bij de Kruto Osso Afinga Lantiwe, Asinohopo van het ministerie van regionale ontwikkeling. En het gaat allemaal om de Liba Kruto die is georganiseerd door Gramang Albert Aboikoni. Met de bedoeling dus om partijen hier bij elkaar te brengen. En terwijl ik hier sta, zie ik nog een paar mensen naar binnen lopen. Dit is het tweede gedeelte die zo meteen gaat beginnen. Het eerste gedeelte is al geweest vanmorgen. Aantal mensen, tientallen mensen die hebben zich dus verenigd in de Kruto Osso. En er wordt gesproken over verzoening onder meer en ook de verdere ontwikkeling van het gebied, het boven Suriname gebied. Ik sta hier met DC Humphrey Jeru, de pasbenoemde, beëdigde DC Humphrey Jeru van boven Suriname. Maar ook met meneer Huur van de commissie die belast is met de organisatie van de Kruto hier. Eerste dag van de Kruto heeft zich specifiek de nadruk gelegd op datgene dat ons heeft doen uit elkaar gaan. En datgene wat ons eigenlijk bij elkaar zou moeten brengen. Tegen 10:30 hebben wij dan volgens onze traditie de apentidrong en daar het volkslied door de schooljeugd gezongen. En daarna heeft de districtscommissaris, pas benoemde districtscommissaris, een zegje gedaan. En daarna volgde de speech van de kerstfeesten Gramang der Samaka. Sure. U bent er al vertegenwoordiger van het overheidsgezag, het centraal gezag. Hoe vindt u deze Liba Kruto tot nu toe? Geweldig. Ik vind het heel, heel geslaagd nu al. Als ik kijk op de participatie van de mensen en zeker de kwaliteit die vandaag aan de dag is gelegd wat de vergadering betreft, dan mag ik nu al spreken van een geslaagde Liokutu. Er zijn, ik dacht, 3 dorpen van wie de mensen niet zijn opgekomen voor de reis van alle 62 dorpen. Hebben we er dus een vertegenwoordiger gehad. En dat stemt goed. Er zijn heel veel mensen op Asinohopo. Vanmorgen is aandacht geschonken aan verzoening en vrede. Omdat wij dat als basis zien om verder te werken aan de ontwikkeling van het boven Suriname gebied. En we hebben gezien dat de Gramang dat heeft begrepen van zijn kant. En dat hij dus bereid is om die handreiking die hij dus bij de beëdiging heeft gedaan, om die dus verder gesteld te doen krijgen. Iedereen die hier is, er zijn vertegenwoordigers van alle los hier. En iedereen heeft eigenlijk unaniem aangegeven dat ze bereid zijn om met elkaar te verzoenen. Er zijn mensen bijgekomen die dus ook van de tegenpartij waren, van de andere los die dus ook een Gramang kandidaat hadden. Dus die zijn allemaal gekomen en in de vergadering hebben ze dus aangegeven dat ze dus ready zijn om met elkaar te verzoenen, zodat die basis voor de ontwikkeling goed gelegd zal zijn. Al dus een verslag van Jason Pinas tijdens de Liokutu te Asinohopo. Samaka Gramang Albert Aboikoni praat met zijn stamgenoten over verzoening en ontwikkeling van het boven Suriname gebied. De Kutu wordt zondag afgesloten.